Sorry, ik heb een nieuwe microfoon. Dit is het einde van een tijdperk van gebrek aan kwaliteit. Ik heb letterlijk 4500 video's gemaakt met deze 10 euro Guitar Hero microfoon. Iedere keer als ik tegen mijn bureau aanstoot, kan je dat horen. Iedere toets die ik intik op mijn toetsenbord, dat kan je horen. Sommige mensen vinden dat een gebrek aan kwaliteit een belangrijk deel is van dit kanaal. En ik ben het er zeer zeker een klein beetje mee eens. Sommige dingen zijn niet precies zoals andere kanalen ze zouden hebben. En dat maakt juist het kanaal een beetje speciaal. Het voelt niet zo hoge productie. Kijk mij, ik ben een filmster. Het is gewoon een sukkel op zijn kamer. En dat is een goede sfeer om te hebben. Alleen het moet niet daadwerkelijk de kwaliteit van de video negatief gaan beïnvloeden. Dus daarom heb ik vandaag een gigantisch grote stap gemaakt. Het is een soort linktijger verbrand zijn muts, maar dan met de kracht van 1000 zonnen. Ik heb een nieuwe microfoon. Kijk, hij zit op mijn arm. Ik ben fucking Q Music ass motherfucker nu, man. Hij kan naar hoog, hij kan naar beneden. Hij staat niet meer op letterlijk 3 velletjes wc-papier. What the fuck is dat? Voorheen stond hij zelfs in een fucking groene beker waar eerst limonade in zat. Het is echt bizar dat mijn kanaal zo lang op die manier heeft kunnen functioneren. Ik ben momenteel trouwens bezig met meerdere dingen upgraden. Ik heb een nieuwe muis. Dit is de oude, dit is de nieuwe. Er zitten lampjes op. Ik heb een nieuw toetsenbord van mijn hippe sponsor Rocket. Gebruik code NietRickBroers voor 10% korting. Er staan ook allemaal gekke lampjes op. Ik heb ook een nieuw beeldscherm. Die hangt nog eventjes niet aan de muur. Omdat... hoe hang je dit op? Ik heb het 35 inch. Ik hoop in ieder geval dat jullie een klein beetje tevreden zijn met deze nieuwe microfoon. Het heeft daadwerkelijk heel veel kracht gekost om het daadwerkelijk te doen. Maar ik denk dat het gewoon best wel handig is. Ik weet nog wel dat ik heel lang zei dat ik geen betere webcam nodig had. Er zijn oude video's waar ik een webcam had minder goed dan deze. Nou, die kon 480p opnemen. Misschien niet eens. Ik dacht, nee, ja, ik heb toch een... Eerst was het tijdje, ik heb toch geen webcam nodig. Je hoort mijn stem toch, dus de verhalen zijn toch hetzelfde. Toen opeens dacht ik, ja, als ik een webcam toevoeg, hebben de video's toch wel iets meer persoonlijkheid. Toen opeens was het, oh, misschien is deze webcam toch fucking lelijk. Je ziet letterlijk niks op mijn gezicht. Wel, ik kan wel in ontkenning blijven dat we verbeteren in kwaliteit. Het is gewoon iets goeds, oké? Ik weet nog wel dat mensen heel lang niet wilden dat ik ging knippen in mijn video's. Iedere keer als ik geknipt werd, maar what the fuck ga je knippen in je video's? Dat hoort niet op Serpent Gameplay. Rick edit zijn video's? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Zo van, ja, ik edit mijn video's. Je weet letterlijk niet wat je mist. Ik ben letterlijk 10 keer achter elkaar dood gegaan op dit stuk in de game, ver van een checkpoint af. Anders was de video 1,5 uur geweest met gewoon letterlijk een segment van 50 minuten waar ik alleen maar dood ga en niet op een leuke manier, anders had ik het er wel ingelaten. Weet je wel, ik weet soort van meestal wat ik doe op dit kanaal. En tuurlijk, het verandert een beetje, het is een beetje ook onhandig hoor. Eerst was het heel af en toe knip ik in een video en nu zijn we toch een beetje op punt gekomen dat ik de meeste video's niet meer in een heel kort termijn kan maken. Ook waarom ze vaak zo laat zijn. Omdat ik toch wel ergens nog wel een knipje heb. Dat ik zoiets van, oh ja, het is ook gewoon fijn om af en toe even pauze te nemen. Even denken, oké, wat ga ik nou precies doen? De afgelopen Minecraft aflevering is daar een heel goed voorbeeld van. Ik kan daadwerkelijk in een video iets bereiken in plaats van telkens rondrennen tussen kisten met what the fuck ben ik ook alweer aan het doen en tegelijkertijd een verhaal proberen te vertellen. Ik merk daardoor dat er toch wel progressief steeds meer moeite in de video's gestopt wordt. Dat het haast onmogelijk wordt om 2 video's per dag te maken. Al helemaal omdat ik ook nog eens op stage ben. Maar de video's die ik maak, ben ik wel meteen een heel stuk extra tevreden over. Zowel qua commentaar, zowel als gameplay, zowel de hele mikmak. Ik ben momenteel een heel stuk tevredener met mijn video's dan eerst. Er zijn misschien wat minder video's, maar de video's die er zijn, zijn wel weer 2 keer zo lang. Kijk naar de Skyrim met verhaaltjes serie. Ik ga daar eigenlijk praktisch vanuit. Ik neem die altijd rond middernacht op. Lekkere zwoelsfeertje. Ga je nog een klein beetje knippen en plakken hier en daar. En dan kan hij de volgende dag online. En ik merk gewoon dat er komen misschien minder video's online, maar ze zijn wel 2 keer zo lang en 2 keer zo leuk. Dus eigenlijk zijn er hier
alleen maar winnaars. Ik heb geen idee of ik deze video eigenlijk opneem. Is het zo belangrijk dat ik een nieuwe microfoon heb? Ik bedoel, het is een gigantische dildo die alle kanten ophangt. Ik moet een beetje kijken hoe ik dat ga doen. De meeste YouTubers zijn een beetje zoiets. Dat je wel ziet, hey, het is een microfoon. Door de zwarte achtergrond valt hij een beetje raar weg, weet je wel. Er zit ook een stoel hier. Misschien ook... Hey, dat ziet er vele malen beter uit. Toevallig ben ik vandaag ook mijn camera aan het opruimen. Check dit, schatje. Dit is mijn allereerste console. De GameCube die ik kreeg toen ik 10 jaar oud werd. Dit is eigenlijk... het bakbeest waardoor ik echt ben begonnen met gamen. Hij staat al maanden, jarenlang naast mijn computer. Ik heb echt nog series opgenomen op dit kreng. Maar vandaag de dag is de beeldkwaliteit hiervan zo gigantisch lelijk. Dat ik eigenlijk standaard een emulator gebruik om deze games op te nemen. Ziet er veel beter uit. Het speelt voor mij veel makkelijker. Ik hoef niet eerst een half uur kabels alle kanten op te leggen. Maar ik ga hem toch wel missen. Ik heb zoiets van net alleen maar ruimte in naast mijn computer. Mijn bureau is al een teringzooi. Dus ik ga hem nu waarschijnlijk op een plankje zetten. Samen met mijn Nintendo 64. In de Pokémon Snap video heb ik hem heel even gebruikt. De geluidskwaliteit was er niet. Er was geen geluid voor een of andere reden. En de beeldkwaliteit was ook om te janken. Wat ik gewoon probeer te zeggen is, ik denk dat het een goed moment is nu om een nieuwe microfoon te nemen. Totdat ik over 10 jaar terugkijk naar mijn video's en denk, wauw, die video's uit 2019 zijn qua geluidskwaliteit zo belabberd. Dat durf ik niet eens te kijken. Ik moet wel zeggen, voor 10 euro was dit een fucking goede microfoon, vriend. Letterlijk 4500 video's meegemaakt. Dus je gaat berekenen hoeveel eurocent dat per video is, dat is niet veel. Voor de rest, wat zijn upgrades die in principe nog meer zouden kunnen volgen? Het enige wat ik echt nog wil upgraden is nog een keer de webcam. Ik weet dat heel veel YouTubers gebruiken geen webcam, maar een camera. En ik dacht dus dat ze dan meestal echt zo'n statief hadden. Dat was het traditionele, een statief, camera erop, camera aan, klap, klap, klap voor de sync en dat dan helemaal editen. Dat is wel makkelijker, want dan kan je facecam ook verschuiven over een beeld in plaats van dat hij vast in één hoek staat. Kun je met editen en zo, staat hij nooit in de weg. Dat is allemaal super handig. Alleen ja, dan zit je met de ruimte op je SD-kaart, de duur van een batterij. Je kan niet makkelijk een 3 uur XL gameplay opnemen, want je camera gaat telkens leeg. Moet je weer 2 uur wachten tot die gaat laden. Dus dat leek me niks, maar ik was bij Joost. En sowieso toen ik bij Joost was, heeft hem een beetje... Ik had die microfoon te nemen, het heeft me wel een beetje aan het denken gezet. Het contrast tussen hoe Joost zijn video's opneemt qua studio setup, met 5 beeldschermen. Hij heeft 1 losse computer die de game doet en 1 losse computer voor de opnames, zodat de beeldkwaliteit van de games extra hoog is. Ik zat er echt naar te kijken van wauw, hij heeft echt 3 camera's over zijn camera heen die hij gewoon tijdens het livestreamen kan veranderen. Dat ik echt denk van wauw, het verschil is gigantisch. Ik ben nog steeds 100% van mening dat voor een goed YouTube kanaal het 20 keer belangrijker is om leuk te zijn als persoon dan dat je die ene goede microfoon hebt en die ene goede camera. Tenminste voor mij. Er zijn echt YouTube kanalen van ik denk wauw, waarom heeft dit meer views dan ik? Ik zie hier echt totaal geen entertainment in. Ik blijf in ieder geval volhouden dat de inhoud vele malen belangrijker is dan het wel of niet mooie jasje eromheen. Maar hey, als je toch iedere dag video's maakt, mag je ook best een mooi jasje aandoen. Dus ja, ik heb geen idee om ik hier dus een volledige video over maak. Ik was gewoon even enthousiast over deze verandering. Er zijn vast een paar mensen die dit verschrikkelijk vinden. Tegen die mensen wil ik zeggen, sorry, het is even wennen. Maar het komt uiteindelijk allemaal goed. Wat ook vooral irritant was, de laatste tijd kreeg ik heel veel reacties met... je geluid is zo zacht. Als in, als je mijn geluid vergelijkt met de gemiddelde YouTube video... ben ik letterlijk een stuk zachter. Iedere keer als je op mijn video klikt... is het geluid zachter dan de gemiddelde video. En dat is een heel klein deel waarschijnlijk ook een effect waarom mensen oprotten van je kanaal. Ik dacht al, je geluid is te zacht. Hey bitch, dan zet je je geluid toch harder. Problem solved. Klik je op de volgende video, schrik je de pleuris. Maar er is ook iets wat op radio heet de loudness war. Dat eigenlijk ieder nummer harder wil zijn dan de andere nummers. Reclames hebben dit ook heel erg. Sommige landen hebben hier regels voor. Dat de reclames niet veel harder zijn qua geluid dan de rest van de radioprogramma's. Want het valt toch meer op als het harder is. En al die nummers hebben dat ook allemaal. Als je nu een willekeurig modern nummer in een audiobalk gooit, is het niet meer een stukje rustig, een stukje hard. De hele balk is gewoon helemaal ingekleurd. Iedere noot is knijterhard gemaakt. Want dan beukt het nummer meer en blijft het meer hangen. De loudness war heet het geloof ik. De oorlog van hardheid. Ieder nummer is eigenlijk gewoon helemaal kapot gemaakt. Zelfs als je een Michael Jackson nummer pakt. Kun je gewoon zien over de tijd hoe dat nummer gewoon steeds harder en harder wordt. Gewoon puur omdat het dan lekker blijft hangen. Dus eindelijk ben ik nu ook die harde knaap
Ik moet even kijken wat ik met de microfoon ga doen en de muis. Misschien maak ik er een klein kunstwerkje mee, hang ik ze aan de muur. Ik bedoel, ik ben vaak dood gegaan met deze muis. Ik heb veel tranen laten vallen op dit toetsenbord. En deze microfoon heeft een hoop smerige dingen gehoord. Dat is in ieder geval rete belangrijk. Ik zal nog een beetje moeten fine-tunen. Ik moet even kijken, want de hoek is voor mij heel belangrijk met deze microfoons. Wat hopelijk ook heel chill is, is dat hij hopelijk ook gewoon een beetje werkt op verre afstanden. Maar misschien was het ding juist dat hij dat niet doet. Dat hij juist alleen maar alles pakt wat dichtbij is. Waardoor je juist niet al dat gepuinhoop eromheen hoort. Ik moet nog een klein beetje gaan spelen met deze zwarte dildo. Maar dat is niet erg. Ik wou gewoon even zeggen, ik heb een nieuwe microfoon gekocht. Ik ben erg positief over de toekomst van dit kanaaltje. Ik heb nog steeds rete veel zin om die video's te maken. Ondanks dat het soms met een beetje pijn in mijn hart gewoon niet lukt om 2 video's per dag te maken. Maar misschien moet ik dat gewoon een klein beetje loslaten. En gewoon mikken op 1 goede video per dag. In plaats van een tweede video die even heel triest in elkaar is geflanst. En waar de tranen van aflopen. Dus ik wens jullie een hele fijne avond verder. Ik wilde eigenlijk gaan streamen, maar ik heb besloten om gewoon echt eventjes een avondje voor mezelf te nemen. Ik merk gewoon dat de laatste tijd gewoon heel gestrest ben. Want het is gewoon wakker worden, rijles, stage, thuiskomen. Oh ja, kut, video's. En dan denk ik zo, oh, ik heb nog tijd over, ik kan wel gaan streamen. Ik neem letterlijk nooit rust. De enige rust die ik neem is als ik in mijn bed ga liggen en per ongeluk in slaap val. Dus ik ga zo meteen gewoon lekker even een filmpje kijken. Inglourious Basterds, echt een hele toffe film over nazi's neerknallen. Daar heb ik even zin in. Hopelijk ben ik morgen gewoon meteen met een streampie of ik ben heel druk bezig met video's maken. In ieder geval, mensen die me al zo lang volgen, dat ze nog weten dat deze microfoon ooit roze was, op mijn facecam nog lelijker of vorige week mijn video's kijken. Dankjewel dat je nog steeds blijft hangen. Ik doe in ieder geval nog steeds mijn best om dit kanaal de liefde te geven die het verdient. Om het vervolgens, samen met een gebrek aan abonnees, heel zachtjes af te laten sterven. Het enige wat ik dus echt nog zou willen, even, ik heb het cameraverhaal niet afgemaakt. Je hebt dus camera's, die kun je gewoon direct linken met je computer. En dan zit je niet te kutten met SD-kaartjes die vol zitten en accu's. Je kan hem gewoon aansluiten op een stopcontact en linken via een HDMI-kabel zo bam je computer in. Waardoor je dus eigenlijk gewoon krijgt dat ik geen enkele extra moeite hoef te stoppen in de video. Behalve dat ik opeens een camera heb die gewoon 10 keer scherper is. Ik zou dit soort video's eigenlijk wel op willen nemen met mijn vlogcamera. Maar de vlogcamera heeft echt gewoon de meest bout geluidskwaliteit. Zelfs die Guitar Hero microfoon is beter dan die camera. Dat zijn gewoon 2 gaatjes in de bovenkant. Idealiter zou je die dan willen matchen. Je camera geluid en je microfoon geluid. En ja, met zo'n microfoon is dat misschien wel de moeite waard. Maar ja, ik ga dus waarschijnlijk nu als volgende upgrade nog zo'n camera halen. Maar dan heb je ook alweer, ik had even met Joost besproken, voor mij zit je dan echt al tussen de 1.000 tot 2.000 euro aan als je een beetje een goede wil. Je moet ook investeren in zo'n kanaal. Er komt hier en daar wat geld uit, maar er verdwijnt ook alweer veel in als je een nieuwe microfoon koopt. Eens in de zoveel tijd koop ik een nieuwe PC van 2000 euro. Gewoon omdat ik wel games kunnen spelen in een semi-acceptabele kwaliteit. Ik weet al vroeger dat ik gewoon echt series had op mijn kanaal. Waar de game gewoon gigantisch hard vastliep. Dat ik gewoon, oh ja, een beetje lag. Gewoon, mijn karakter echt beweegt, weet je wel. Op het moment dat het nu gebeurt, denk ik, nope, dit gaan we niet opnemen. Ik fix wel wat anders. Dit is onacceptabel. Een klein beetje kwaliteit mag wel. Maar ook niet te veel natuurlijk. Sommige mensen zeggen, oh Rick, waarom heb je geen greenscreen? Dan krijg je wel 100.000 abonnees. Dat zou ik een hele trieste realiteit vinden. Dat je mijn video kijkt en denkt, oh grappige gozer, leuke gameplay of whatever. Hij vertelt interessante dingen. Maar zijn achtergrond is niet doorzichtig. Ik kan zijn kamer zien. In dat geval ga ik niet abonneren. Net zoals, oh, als je video's op tijd zouden zijn, zou je meer abonnees hebben. De mensen die mijn video's voor het eerst zien, weten niet eens wat mijn uploadtijden zijn. Dat ten eerste. Ze weten niet eens wat mijn uploadtijden zijn. Dus denk ik echt niet, oh, wat een leuke gast. Maar zijn video's zijn iedere dag te laat. Dus wil ik niet abonneren. Als mijn video's te laat zijn, wil je juist abonneren. Want dan krijg je de video's te zien wanneer ze wel op tijd zijn. Als mijn video's iedere dag op tijd zijn, hoef je niet te abonneren. Kun je gewoon naar mijn kanaal toe. Weet je toch dat er een video voor je klaar staat. Ik ga stoppen met lullen. Nieuwe microfoon. Hoeren, neuken, nooit meer werken. Even kijken. Of luisteren. Ik ga misschien zo even een nieuwe slaapvriendelijke video opnemen. Van, hey, even een beetje lekker. Even de zwoelheid van deze microfoon. Even een beetje de zwoelheid van deze microfoon uitproberen.